Yo guys, let's zien we vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan we verder met Outlast. Geloof het of niet, maar ik heb gewoon eigenlijk zin om verder te spelen. Dus ja, laten we gewoon op continue drukken. En let's go. Moet ik helemaal terug van hier beginnen of hè? Ik moet helemaal terug van hier beginnen. Wauw. Oh. Dat was niet zo vriendelijk. Ja, van uw vrienden moet het hebben ze, man. Hey, godverdomme. Van uw vrienden moet het echt hebben. Ja, hier zit ook een mongol in. Maar hier moet je dus in zijn. Wacht. Oké, voilà. Dat moesten we doen. Oh, nu komt die gast ook achter mij aan. Hey, vriend. Ik dacht dat wij vrienden waren. Nu zitten er gewoon twee achter mij aan. Wauw. Ik ga hier even onder. Ja, er zaten ineens gewoon twee gastjes achter me aan. Niet één psychopaat, maar er zaten er twee achter me aan. Oké. Denk wel dat het safe is. Shut the fuck up. Oké. Hier moeten we in. Nice, denk ik. Oh. En we zijn verder. Oké. Oh, saving. Oh, ik maak me altijd zorgen als het wel safe. Ah! Oh, zijn jullie naar de blote? Oké, dan. Kijk, ik heb echt de perfecte naam voor deze twee kastjes gevonden. En ik kan ze de papa-broeders noemen. Hey, ze doen mij er echt aan denken. Ook zeker gewoon met dat ding. En als ze nu een peniskooi zouden hebben, zou het echt af zijn. En voor degene die niet weet waar ik het over heb, kijk gewoon een video van Urnagus. En dan zult je wel zien over wat ik het heb. Maar nu hang mij aan de zijkant van dit gebouwtje hier. Oh man. Hier. En ja, ze staan hier natuurlijk niet meer. Want ze lopen heel de tijd van mij weg. Maar er gaat ooit een dag zijn dat ze niet meer van mij gaan weglopen. Ja, eerst hadden we Sibre. Dan die gast in die kelder met zijn metalen dingen. Dan een vriend die ons verraadt. En nu hebben we de papa-broeders. Oké, wauw. Oké, ik ben toch een beetje bang aan het worden. Ja, ik ga dus niet naar daar. De showers, wauw. Nou, hier is bloedspoor, dus. Ah, we hebben een keycard nodig. Oh, dat haat ik zo hard. Dus dan moeten we wel hier naar rechts gaan. Ja, hier zitten sowieso de papa-broeders, hè. Dat is Lois. Oh, daar is Sibre. Sibre is daar. Ja, niet dat goed is of zo. Ik doe alsof het dat goed is, maar dat is helemaal niet goed. Oh, keycards. Ja, nu teruglopen. Want Sibre was niet zo vriendelijk aan toen. Ja, we komen precies allemaal tezamen. De man met zijn metaal dingen. De papa-broeders. En nu nog Sibre erbij. Amai. Het kan niet beter. Godverdomme. Man, dit zijn de showers. Ja, no shit, Wouter. Dat zei ze in het begin. Zijn hier de papa-broeders of niet? Of alleen Sibre? Ah. Oh man, er loopt er eentje achter mij. Er loopt er eentje achter mij. Oh. En er liep er ook eentje voor mij. Dat zijn de papa-broeders. Dat zijn ze gewoon. Snel doorlopen. Auw. Ah, dat gaat niet. Ja, dan moet ik maar hier wachten zeker. Want ik kan ze niet omver lopen of zo. Als je weet wat ik bedoel. Ja, zo kunnen we wel lang wachten hoor. nice. Ja, 10 jaar later. Ja, kijk. Nu komen die langs beide kanten. Oh. Oh, zo moet het dan. Oké. Oh, zo moet het dus, oké.
Ah, oké, ik kan helemaal zo gaan. Ja, ik kan niet helemaal zo gaan. Ja, nope. Ik ben een beetje bang aan het worden. Zaten we hier net niet? Nee. Dat was wel trouwens een mooie actie van mij toen ik daaruit trouwens sprong. Ah, inactief. Oké, nou hier kan ik dus niet. Dus even naar hier lopen dan. Is hier iets speciaals te zien? Uh-oh. Get ready for the jumpscare. Nee, toch niet. Of toch wel? Ah, dat haal ik dus als het donker wordt. Ja, no shit, is een horror game. Niemand wil dat het donker is. Ah, is dit de elektrische stoel? Is dat om in te kakken of zo? Ja, je hoort heel veel zo'n gast roepen, maar dat is cyber die mensen slacht. Ik kan nou eens goed bij die security kijken. Aha! Ja, er is een knopje waar ik op moet duwen. This moment! Oké, hij geraakt erdoor. Hey, Sibre. We can talk about it. Au. Au. Sibre, ik moet wel zeggen hoe ik moet verder geraken. Anders is het niet eerlijk, Sibre. Kom op, Sibre. Sibre, wauw, ik kan niet meer uit mijn woorden komen. Jesus. Maar ik ben ook zo fucking dom. Ik blijf ook zo keilang staan. Oh, hier kan ik door. Ga er snel door. Oké. Hey, dat was niet liefste Sibre. Ah, fuck. Oh, fuck you! Au. Ah, what the fuck? Oh man. Oh, Jesus Christ. Komt er een jumpscare of zo? Alright. Dankjewel, Sivre. En niet vergeet, want hier waren de papa-broeders. Die zijn er ook nog altijd. Ja. Ja. Hij was daar. Sibre. Oh my god. Hij is in deze kamer. Ga er van onder. Oké. Even hier blijven. Deze is niet normaal, yes. Maar hier, Sibre. Hallo, Sibre. Oké. Wat heeft die gast? Ik heb de echte naam eens opgezocht en hij heeft blijkbaar een naam. En het echt zou hij Chris Walker noemen. Oh shit, deze is niet goed. Ah fuck, ga erdoor. Oh my god, ga eronder. Oh. Mijn hart ging even redelijk hard. Wat? Hij weet dat ik hier zit. Hallo. Oh. Maak eruit, Sibre. Thanks, boy.
erover. Naar hier. Fuck, andere kant. Ga je door. Ah. Oh. Oh man. Oh, what the fuck? Waarom de fuck wilt iedereen mij dood? Waarom? Wat heb ik misdaan? Oh. Ja, we weten allebei als we hier ingaan dat het niet gaat goed komen. Dus daarom ga ik het afsluiten voor deze video. Oh my god, deze spel, jongen. Oké, maakt niet uit. Vond je het zo leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer je de volgende keer. En de volgende keer alweer verder met Outlast. Ik moet wel zeggen, het spel is echt eng. Maar het is wel eentje van de betere spellen. Dus op zich, de volgende video gaan we sowieso nog meer problemen krijgen met Cyber. En voor de papa-broeders moeten we ook nog eens uitkijken. Dus ja, we hebben niet zoveel vrienden in deze helft. Jammer genoeg, maar ik zeg gewoon ciao en tot de volgende keer.